Goedemorgen. Dit zijn de geluiden van India. Hoor je al die vogels? En er is een man hieronder. Wacht, ik ga hem zo zien. Kijk. Hij loopt dus al de hele tijd rond hier zo. En de hele tijd dat te roepen. Ik denk dat hij iets verkoopt, maar ik kan niet helemaal goed zien wat het is. Vandaag gaan we kortje verkennen. Maar eerst gaan we even ontbijten. Kijk, ik krijg een echt Indian ontbijt bij mijn guesthouse. Kijk, dit is mijn guesthouse eigenaresse. Can you say your name? Lina. En can you say your name? Tevin. En you say your name? Tia. Dit is het gezin waar wij het logeer. Oeh, ik heb een kaartje gekocht voor deze show vanavond. De Santa Cruz Basiliek, als ik het goed zeg. Kijk hoe mooi. Ik heb nog geen koeien op straat gezien, maar hier loopt een geitje net weg. En ik zie dat hier ook een hele groep met geitjes is. Die gewoon door de straten lopen. Kijk maar, ze lopen daar lekker midden op straat. Oh, ze hebben hier trouwens super vette street art. Kijk hoe mooi. Je moet niet te dichtbij komen, want ze schijnen af en toe ook heel agressief te zijn en op je af te rennen. En je proberen te stabben met hun horns. Maar deze is te druk met eten. He be chilling. En yep, ook hier hebben de Nederlanders gezeten. Groningen Bastion, Zeeland Bastion, Dutch Fort. Kijk, mensen zwemmen hier niet in zwemkleding. Zelfs de mannen die hebben gewoon kleren aan. Ik vind de zee niet zo heel mooi hoor. Het lijkt gewoon de Noordzee. Maar ik vind het wel heel leuk om mensen hier te kijken. Het is een zaterdag, dat is veel mensen. Oh nee, trouwens, ze werken heel veel op zaterdag. Maar op zich is het wel heel cool om te zien. En ja, alles wat je hoort over India is echt waar. Het is echt, echt heel vies. Ik denk dat het hier nog echt serieus nog wel meevalt. En dat straks in Mumbai of zo, dat het nog veel erger is. Maar ik zie het nu al wel. Maar het is ook gewoon echt, echt heel mooi. En ja, gewoon heel... Dit heb je gewoon nog nooit gezien. Dit is zo apart. Van alle Aziatische landen die ik heb bezocht, is dit gewoon... Toch weer echt een hele andere wereld. Wauw, het is me echt iets te warm. En het is pas 11:30 of zo. Dus ik, alles is toch dichtbij. Dus ik ga weer terug naar mijn guesthouse. En ik, no, thank you. Hij denkt dat ik erin ga stappen. Nee. Alles is toch dicht bij elkaar. En ik dacht, ik ga even een dutje doen. Want ik ben echt gewoon zo moe van die hitte. Dus dan gaan we later wel weer eventjes op pad. Ja, ze blijft soms ook eventjes een beetje naast je rijden. En daarna kwam er eentje. Dat was wel grappig eigenlijk. Dan ging hij zeg maar naast me rijden. En dan zei ik nee. En dan ging hij voor me. En dan ging hij daar stoppen. Zoals nu dus. Gaat hij nou weer proberen? Ja. Is het zo'n No, thank you. Gewoon... Lief en vriendelijk blijven. Ik bedoel, die mensen doen ook maar gewoon hun best. Weet je, als jij een kind thuis zou hebben waarvan je niet weet of die 's avonds wel of niet kan eten. Ik zou ook opdringerig zijn. Dus ik vind het niet erg. Oh, komt u nou weer? Ja, komt weer. Nee, laat maar. Bye. Zie je, dan rijden ze gewoon ook wel aardig terug. Oh, gaat u nou weer wachten? Verdorie, wat ben ik nou aan het doen? No. Gaat hij nou weer stoppen? Nee. Ja, ik ga er gewoon een stuk om. Zolang ze geen gekke dingen doen of zo. Weet je, tot nu toe heb ik het 3 keer meegemaakt of zo. En weet je, ze dringen wat vaker aan dan normaal. 3 of 4 keer of zo. Zoals merk je nu ook wel. Maar als je maar gewoon lief en vriendelijk blijft, dan rijden ze gewoon weg met enjoy your holiday. Blablabla. Gewoon heel schattig en lief, weet je. Ze zijn gewoon aan het hosselen. Ik heb gewoon respect voor hun hossel. En gewoon aardig blijven. Oh, dat was echt heel nice. Ik heb even een dutje gedaan. En het weer is nu zoveel frisser. Uiteraard is het weer tijd om te gaan eten. Ik zit echt in het allerschattigste tentje ooit. Check die tafel. Dat zijn echt tafelgoals. En het doet me echt denken aan thee in Amsterdam. Het heet ook teapot of zo. Vet schattig. Kijk nou. I love it. Yeah, eten. Ik heb hier een groentecurry. Ziet super lekker uit met wat rijst. Ik ben in een danscentrum en de acteurs zijn zich dus aan het opmaken. Dit duurt een uur voordat ze klaar zijn. Kijk, hij heeft net
een soort van zand gestempeld. In supermooie vormpjes. En hij is nu daar ook iets aan het maken. Zo mooi. Alleen met zijn handen, joh. En dat is de zand, want die loopt te strooien. Hij vertelt net dat alle make-up die ze gebruiken, dat het allemaal natuurlijk is. Dus hij heeft nu bijvoorbeeld een rode steen. En die wrijft hij in kokosolie. En dan krijg je dus rode verf. Heel vet. Dit is vet grappig, zeggen ze dus eerst met hun ogen. Nu gewoon met de rest van zijn gezicht. Kijk maar. Wenkbrauw goals. Het staat wel echt op standje gehoord, beschadiging. Maar die duivel is wel vet. Super cool. Weet je nog die kerk van vanochtend? Dat is hem. Geweldig. Love de versieringen. Kijk hoe mooi. Tia en Tevin hebben tekeningen voor me gemaakt. Geschilderd. Mooie roos. Dat is echt zo leuk. Hey. Hallo. Excuse me. Hello. Hello. Hey. Hey, what's your name? My name is Ivana. What's your name? My name is Tia. Tia. This is my picture. You see that? Yes. And this is from today. Mm-hmm. Okay, and this is also my picture. I drew yes. today. It is a rose. Mm-hmm. You can see the. Yeah. Okay, for you, Ivania. Thank you, Ivana. Thank you so much. You are so sweet. And what is your favorite game? My favorite game is Talking Tom. Talking Look Tom. Look at that. There's picture. Look at that. Oh, it's so cute. And hello. This is. Hello. He's talking with you. Yes. Hij praat je na. Mijn nichtjes vinden dit ook helemaal de bom. We tell anything, it will be tell to you. Okay, you say something. Okay. You can see this. Mm-hmm. You do it. Hello. Hi. What's your name? Then. Yeah, this. Okay, this. I think this is really cute. Dit. Yeah. Dit vind ik echt helemaal de bom. Yeah. Ik wil dit wanneer ik ga slapen. It will make a tickle. Yes, tickle. It's so cute. It will be very small. It looks really good. Vet lief. Ik dacht dat ik bij hun kon eten, maar het was veel te laat. Dus ze hebben nu een dosa voor me gehaald. Masala dosa. Morgen gaan we een backwater cruise doen. Kijk nou. Zo grappig. Gaat die flexen. Want deze leg je morgen uit. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En anders zie ik je sowieso morgen weer. Wel rusten.